het vlas wordt ook niet tegenwoordig hoog getrokken. Vroeger werd dat getrokken per schramke. Dat was dan zo'n hele hoop mensen die zo'n partij vlas komen. En na krachten dat zo'n reep. Weet wat? En dat werd toen per schramke getrokken bondig, zal maar zeggen. Maar dat doet de noemen van schramke. En als dat toen zo'n 9 was het voormiddags, dan zijn die luft bij getrokken. Toen wordt er door zo'n die er al achter een beetje controle op houden. Die schuffelde en toen moesten ze geen van trekken. En toen moesten die schranken getaat worden, die bondekens getaat worden. En dat werd toen opgeschreven. Toen kwam door, hij zoveel bondekens en hij zoveel bondekens. Nee. En toen moesten ze achteruit de kant gaan en onder nog heren blijven staan worden. Uittrekken en er weer, want daar werd vroeger werken gemaakt. Serieus? Oh, was er een volk voor nodig? Er was er veel voor nodig. En als dat nog getrokken is, dan echt dat bleef toen nog zo'n dag liggen in de zon. En toen werd dat geboren. En toen werd dat gestukt. En toen worden er wel vlasters die dat menden vanuit het stuk, maar het worden er ook verschillen die dat en nu opgezet hebben. Op ruiter gezet. Met je voor het schoon kleur dat moet er voor En vroeger werd dat dan geboord. Die balkjes die daarop staan, dat zout die erop staat. Weet wat, die balken zijn toen kapot geslingen, dat we zo met een auto en andere boten zijn ze dat ding. Maar dat gaat tegenwoordig niet natuurlijk allemaal een machine hoor. Ja, maar dat is wel anders te veel. Dat is niet allemaal een machine hoor. En vroeger werd het allemaal geblikt. Dat werd uitgespreid op het land. Dat kan dat nog niet zien. Als dan een dag of al lang, dat werd dan een keer omgekeerd. En misschien dan nog een keer omgekeerd. Dat wordt dan volgens het vocht weer. Ja. Maar tegenwoordig wordt er geen meer gebleekt of het is zo'n beetje slechte kwaliteit van vlas is. Dat kan niet goed tegen de rode. En dat zullen ze het ons nog brengen. Maar als het een beetje vlas van kwaliteit is, wordt dat allemaal geroerd. Ze zien dat ondertussen die balkjes eraf gedaan, dat gaat de machine. En dat wordt ons door die roterijen gevoerd. En er is een roodmeester bij. Dus dat wordt erin gestoken en dat wordt er warm water op zijn groot mee gestoken. En die roetmeester die moet dat dan in de hout nemen, dat op zijn temperatuur blijft. Ja. En dat dat niet toegehoord en dat precies genoeg roet wordt en die loopt dan tegen de eigenaren. En dan wordt dat uitgevoerd door die mensen thuis. Dat wordt in stukjes gezet. En dat wordt ons weer gebonden terug is. En dat gaat weer onder die roet rijden. Want daar is ook een zwindel bedrukken. Zie je? En iedereen krijgt er zijn tijd van. Gewoon helemaal zeggen, hij die zijn vlasters, hij die zwingert van de wekker, dus de wekker zwingert er dan. Hij krijgt zijn beurt, hè. Want dat moeten ze zo wat doen, ook als het vlas bijvoorbeeld in een keer een ogenblik goed aan het brussen zijn. En ook met de zaden zullen ze zwingen, dan zullen ze niet goed mee zijn. Maar hij krijgt er zijn beurt van. Maar dat wordt hier over het algemeen toch nog meest gekocht. Door basisvlaskopers hoor. Ja? Het gezwingeld vlas, hè?